uitletten. Maar dat was iedere week weer een feest hoor. De auto, op je auto hebben we gehad. Vraag op de BNP, kan het weer doen beantwoord. Hey, zullen we weer ruzie? Ja, ik wij gaan we de zitten uit, maar daarmee geen nog. Wordt al licht. Wordt er ook, dames en heren. Maar het Lemke. Een fantastisch restaurant, maar is ook iets anders. Het is een huiskamer die overdag gebruikt wordt om bij elkaar te komen, koffie te drinken. En uiteindelijk roept dan jouw koffie. En dan gebeurt dat ook. Dan komt het eraan en we zitten daar met z'n allen te praten. En dan wordt zo'n idee als dit, wordt gewoon geboren. En dat wordt dan eigenlijk door allemaal Nijmegenaren gedaan. En daarom zeg ik, een Nijmegenaar, Jo Jansen, de voorzitter van de Stichting Benedenstad Nijmegen, kom naar voren, want als er één man Nijmegenaar is, dan ben jij dat. Nou, namens Stichting Benedenstad Nijmegen, Stichting Oude Stad en Ondernemersvereniging Hezenstraten en in het bijzondere onze burgemeester mevrouw de Horst en sponsoren, heet ik u van harte welkom in het centrum van de Oude Stad. In het kader van Nijmegen 2000 jaar Oudste Stad van Nederland hebben wij gemeend iets voor onze stad te betekenen. En het idee zandsculpturen is hier tot stand gekomen. Tot voor 6 weken geleden wisten wij nog niets van dit project. De korte tijd die we hadden voor het maken van dit project laat zien hoe de mensen van de benedenstad tot grote prestaties kunnen komen. Als u nu naar de zandsculpturen kijkt, ziet u links van u de bekende kruittoren van het Kronenbergpark, kunt u allemaal natuurlijk. Daarnaast in het midden ziet u de Hezenpoort van 1782, die op de hoek van de Bottenstraat Hezenstraat stond. En aan de rechterzijde ziet u een klooster van 1500. Ook de vergulde koets ziet u aan de rechterzijde. Hij stond altijd klaar als de hooggeplaatste gasten een bezoek brachten aan de stad Nijmegen. Zij werden dan met deze koets naar de plaats gebracht waar zij moesten zijn. Geef ik graag het woord aan onze burgemeester Guusje de Horst. Dank u wel. Dames en heren, ik heb straks de eervolle taak om met een echte sleutel dit mooie zandsculptuur te openen. Dat is voor mij een grote eer. Niet alleen omdat dit weer een van de fantastische activiteiten is in het kader van Nijmegen 2000. Prachtig wat hier staat. De Hessenberg is natuurlijk een hele bijzondere plek in de stad. En toen ik hier naartoe kwam, toen dacht ik, je hebt luchtkastelen en je hebt zandkastelen. En we hadden Flash Gordon, volgens mij. En misschien dat er hier in de toekomst, dus niet, jij had het over jullie, moet ik zeggen, voorouders. Maar misschien dat hier in de toekomst een prachtige, op deze prachtige plek, woningen verrijzen. Waar ook weer generaties na ons geboren worden. En ik hoop dan ook dat ze voelen dat ze op historische bodem wonen. En ik weet zeker dat mensen zoals jullie die historie ook zullen vastleggen en in ere zullen houden. Ik dank jullie allemaal ontzettend hartelijk voor de inspanning die je levert voor Nijmegen 2000. Niet dat jullie het doen omdat ik jullie bedank, maar jullie doen het voor de stad, want de stad is jullie motivator, dat weet ik. Dank je zeer en ik ben ontzettend blij dat ik dit mag openen. Bedankt. Burgemeester. Het is lang geleden, maar op een fantastische manier heeft hij de sleutel en dit zandsculptuur geopend. En ik zou haast zeggen, hadden we nog maar zo'n oude poort, dan kreeg je iedere dag de sleutel. We zijn aan de slag geweest hier met een team van gemiddeld 8 personen per dag. Uiteindelijk was het de lijst van 15 of 16
zandsculptuurbouwers die dat of gedeeltelijk of helemaal voor hun beroep doen. Beroepsmatige sculptuurbouwers. En we zijn hier begonnen op vrijdag 17 juni met het in ontvangst nemen van de materialen die door de sponsors ook gedeeltelijk beschikbaar werden gesteld. We zijn de 18e begonnen met het zogenaamde compacte. Een zandsculptuur, ik zal het heel kort vertellen. Een zandsculptuur is opgebouwd in verschillende momenten. Je begint met het zand te compacten. En dat wil zeggen in grote houten vierkante bekistingen aan te stampen met machines en veel, te mengen met heel veel water. Dus waarvoor mijn dank. En zo ga je laagje voor laagje omhoog totdat je bij de bovenste mal bent. En dan is eigenlijk alles gecompact. Nou, dat was maandag was dat allemaal gebeurd. Dus stond het allemaal in het hout. Ik weet niet of er mensen zijn die dat gezien hebben. Heeft u gezien? Nou, dat is een gekke gezicht. Het is net alsof een piramides staan. En dan begin je met het bovenste mannetje weg te halen. En daar begin je te carven. Ze noemen dat. Het zandsculptuurbouw noemen wij carven. En dan de bovenste topjes, dat is het eerste wat tevoorschijn komt uit het zand. En zo werken we onze weg naar beneden. En we hebben hier in 2 weken stralend weer. Echt een fantastisch mooi weer hebben we hier gebouwd. We hebben nog nooit zo lang achter elkaar dat soort weer gehad. En het resultaat, we zijn er zelf ook heel trots op. Ik hoop dat anderen dat ook zijn. En we dragen bij deze heel graag als Zandacademie de sleutel van de Zandstad over aan de Nijmegen. En ik hoop dat jullie erg veel plezier hebben met het aanschouwen van de sculptuur. Regen en wind, we kunnen er wel tegen.